In de studio hebben we voor ons eerste gesprek Donovan Wisse, onze Glory middengewicht kampioen, die dus op 20 augustus zijn titel moet verdedigen in Duitsland tegen Yuri da Silva. En op 6 augustus aanstaande hebben we een Thaibox-gala in de Anthony S.T. Sporthal. Na bijkans 2 jaar of langer dan 2 jaren dat het weer zo zal zijn. En een van de vechters die op de line-up staat is dus Dwelbert Manuel. Een zeer getalenteerde vechter die dus ook zijn kunnen zal moeten tonen. Hij timmert al lang aan de weg, is het afgelopen, in de afgelopen tijd vaker geweest naar Brazilië, waar hij goede zaken gedaan heeft. En Dwelbert gaat dus ook moeten vlammen op 6 augustus in de Anthony S.T. Sporthal in zijn internationale partij. Laten we meteen beginnen met Donovan Wisse, want de heren zijn van de baan gelijk gekomen naar de studio. De man doet een cardio, voor de man kon je dus de man koopt je weer. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Nog wat energie? Ja, nog een klein beetje van deze interview, maar we zijn er. Ja, hoe ziet zo'n ochtendtraining eruit? Zo doen. We hebben net een intervaltraining gehad, waarmee we de rondjes van het gevecht nadoen. Dus 5 rondjes van 3 minuten, met een aangepaste rust van 30 seconden. Wat heel erg intensief is. We moeten aanzetten op een fluitsignaal en dan zijn fluitsignaal weer rustig. Dus echt aanzetten. Dus het was wel intensief. Mm-hmm. Dobert, Iweri? Ja, maar wel. Toch wel moe? Ja, maar. Maar het is E4-boom? Ja, maar. Je bent fit? Ja, maar fit. Blessurevrij? Helemaal. Oké. Donovan, om met jou te beginnen, je vertrekt komend weekend naar Nederland om het restant deel van je voorbereiding af te ronden, naar je titel title defense toe. Je voorbereiding in Suriname de afgelopen tijd, hoe zag die eruit? Het was vrij lang. Hele goede voorbereiding heb ik gehad. Ik dacht dat ik eerder zou vechten in het jaar, al in juni waarschijnlijk. Dus vanaf die tijd was ik eigenlijk al bezig met trainen. April, mei, juni, juli. Dus ik ben heel erg lang in het trainingskamp eigenlijk. Voor de rest, de trainingskamp is heel goed gegaan. Ik ben fit, ik ben ready. Ik weet wat ik moet doen 20 augustus. Dus jullie kan zijn borst me net maken, maar ik ga met titel weer naar huis. Wat weet je van hem? Hij is een vrij sterke jongen. Ik zie dat hij een redelijk goede conditie heeft. Ik zie wel gaten in zijn verdediging. En ik zie hoe kansen liggen die ik kan benutten eigenlijk. Waar staat hij onbekend? Is het een puntjesvechter of is het een knock-out man? Hij is vrijwel verrassend, maar als ik naar zijn tegenstanders keek, was het niet echt een... Het waren geen glory-kaliber mannen? Nee, niet echt, maar niet om die jongens tekort te doen ofzo hoor. Maar je kijkt naar mijn tegenstander en ik kijk wat ik zou doen tegen hem en ik kijk ook naar zijn tegenstanders en ik zie van... Ja, ze zijn toch hun zijn op hetzelfde niveau, dus hij was dan de uitblinker eigenlijk, als ik het zo moet zeggen. Je gameplan is al ready? We weten wat we gaan doen. Ja, is ready, ja. Je bent bij opgewicht, want dat is ook wel altijd een fase van, wanneer ga je er echt voor? Ik ben goed op schema. Ik denk nog een 5 kilo of zo. Ik heb nog ruim 3,5 week om het te doen. Mm-hmm. Maar dat is nooit een issue geweest eigenlijk, dus dat komt zeker goed. En als je vervolgens gaat naar Nederland, hoe ziet dat deel van je trainingskamp eruit? Het is meer afronden. Nog een paar spanningsrondjes heb ik dan daar in Nederland. En meer gewoon de puntjes op de i zetten. Conditie goed op peil houden, scherp blijven. En gewoon mijn reacties gewoon scherp houden. Gewoon echt scherp. Gewoon echt alles... Veilen, schuren, vernissen. Mm-hmm. Dus dat komt zeker goed. Wat is je mindset voor zo'n gevecht? Ik neem aan dat de mindset toen je tegen Yusri moest vechten er eentje was van fully focused of zo. Is dat dezelfde mindset of scherper? Verschilt het? Om eerlijk te zijn, Yusri motiveert me niet echt, man. Ja? Nee. Maar het kan gevaarlijk zijn. Nee, ik ben zeker scherp. Ik onderschat hem helemaal niet, maar gewoon qua de motivatie die Yusri me gaf. Yusri, maar dit is ja toch, en ik had hem de vorige, dus de eerste gevecht, dat ik niet weet dat een knock-out te slaan. Ja, of wat ik gezegd heb zou doen. Dat is niet gelukt, maar... En bij de vorige stond wel een titel op het spel. Dat was meer die motivatie. Nu heb ik die titel, is net ik niet gemotiveerd ben. Maar dat vuur van Yusri was veel hoger dan dat ik bij Yusri kreeg. Mm. En, maar het is, ik moet gewoon, het is mijn werk. Mm-hmm. En hij staat in mijn weg. Ik moet gewoon mijn titel verdedigen. En ik ga het ook verdedigen. Ik ga ook met de titel naar huis komen. Mm-hmm.
Maar als Serkan voor me zou staan. Dus daar zou ik op komen, want die Serkan die zou, dacht je uit en die zegt... Dat zou, zou die vuur van minister van Staatswoede zijn. Heel groot, dus... dan belde ik wat hij eigenlijk om te gaan rennen van in de ochtend, niet omgekeerd. Dus, maar 20 augustus sta ik tegenover Yuri en ik get the job done. Serkan komt er ook aan, is dat de bedoeling? Dat is zeker de bedoeling. Ik hoop oktober. Ik hoop oktober. En ik wil wel zo snel als mogelijk. Ik praat groot. Ik praat echt te veel. Voor de mensen die het niet weten, Serkan is dus eigenlijk nu op dit moment de number one contender in de Glory Middengewicht Divisie. Is een man die komt vanuit Infusion. Is allemaal een mokro of Torku? Torku. Allemaal Torku, vrij pomp. Boem vrij postig Torku. Tak wel een beetje aan richting Donne van Wissen. En dit gevecht moet dus dit jaar nog gemaakt worden. Ik zie dat hij ook nog wat uitspraken gedaan heeft. Als zou jij het gevecht tegen jullie niet moeten hebben genomen, je had nog langer moeten wachten. Je bent een broodvechter, waarom moet je wachten? Ik kan kwam niet. Nee, precies dat. Dus dat is allemaal een beetje praatjes. Robert Manuel, je is rustig. Vertel, wat heb jij de afgelopen periode gedaan qua voorbereiding? Want je hebt laatst gevochten in Brazilië voor het laatst, hè? Ja. Precies. Waar was dat? Was in BLM. BLM. Hoe ging die partij? Het was goed, lekker. Ik had niet echt veel gedaan, maar kon wel. Genoeg om te winnen? Ja, precies. Maar hij heeft gewoon op knockout. Hij heeft niet veel gedaan om te winnen. Maar hij heeft gewoon op knockout. Hoe fijn dat je nog voor? Nou, maar. Minder weet je echt. Je was niet tevreden over jezelf, want dat is een knockout. Ja, want ik kon meer doen, je weet toch. Dus... Ik kan gewoon maar een dubbel knockout trokken. Je wil met Sandel aan Chimora bedoel je? Ja, desnoods. Het is King. Nu moet je 6 augustus weer in de ring staan. Hoe voel je? Ik voel me lekker fit. Train elke dag, dus gaat goed komen. Ken je tegenstander? Weet je wat van hem? Helemaal niet. Je kent hem niet? Nee. Is dat iets dat een rol speelt meestal, je tegenstander wel of niet kennen? Maakt het voor jou wat uit? Nee, helemaal niet. Dus wie is Sabama in de Sabama? Neem ik uit. We moeten vechten, dus... Nu wie niet. Dat nou hier staan eigenlijk. In welke klasse kom je uit? B-klasse. B-klasse. Dus dat is dus 5 rondjes? 5 maal 2. Wat is daarom? Aan Londen moet je dat maar denken. Maar Donovan gaat dan straks weg. Met wie ga je dan verder? Ryan Wissel. Oh, Ryan. Oké, dat komt allemaal goed. Ja, uit team Wissel zijn er andere vechters die staan 6 augustus? Ja, Raoul Hunswijk en Vlada hier staan. Vlada is een last minute eigenlijk. Tegen de mannen van Team Eiffelt en Sint-Tigersen was uitgevallen. Mm-hmm. Dus hebben we Vlada ingeschakeld eigenlijk. Mm-hmm. En die staat er. Hoe voelt het aan na zo lang weer in Miss een gala? Ilobatori? Voor mij maakt het eigenlijk niet. Dus wie is naar Ismee, wie is naar Miss? Het mag helemaal. Fitty naar Fitty, you. Ja man, precies. Wat mag men van je verwachten sinds augustus? Boy. Want je was niet tevreden in Brazilië, dus doe in verwend is maar extra. Ja, gewoon vuur. Al bos. Wat doen? Ja, man. Dwelbert Manuel wint zeker zijn gevecht. Sowieso. Voor de mensen die Dwelbert Manuel niet kennen, hij is een van de toptalenten van Team Wissel. Hij timmert al langer aan de weg. En als je 6 augustus in Nis komt, dan gaan jullie wel zien waar ik over praat. Een jongen met heel veel energie, kent het spelletje. En 6 augustus wordt zeker een spektakel, wat hij zelf zegt. Het gaat allemaal bossatoren. Dus dan moeten de mensen komen. Nou, dan ga ik jullie niet langer ophouden. Donovan, jij vertrekt dus aanstaande zondag. Tussen nu en zondag dat je train eten? Ik heb straks nog een training. En zaterdagochtend en zaterdagmiddag heb ik nog een laatste training. Nou, dus tot het uiterste je train. Ja, toch. Misschien en dan zondagochtend nog misschien joggen. Serieus? Ja. En dan ga je dan zondag vliegen? Ja. Oké, en dan vervolgens maandag, of hoe zit het dan? Dan kom je daar aan, moet je even aanpassen, aan jetlag tory en zo? Als ik zondag niet ga joggen in de ochtend, dan als ik in Nederland ben geland, ga ik even rusten, dan ga ik later nog gewoon rennen, even wennen aan het klimaat. En dan dinsdag ben ik weer volop in training gewoon. En wanneer of hoe lang voor het gevecht ga je naar Duitsland? Ik denk 4-5 dagen van. 4-5 dagen voor het gevecht, dan ga je dan door naar Duitsland. Jullie moeten nu rusten, want straks over enkele uurtjes is de volgende training. Om 11 uur om precies te zijn. 11 uur, ja, dan kan ik gewoon jongens aan even uitrusten en dan weer. Ja, toch. Heren, bedankt. En 6 augustus Dwelbert Manuel in de Anti-Nasty Sporthal. En 20 augustus in Duitsland. Tot foto.
Düsseldorf. Düsseldorf. Dan zal Donovan Wissen staan tegenover Yuri da Silva om de Glory middengewichttitel te verdedigen. De komende tijd zult u hier meer over horen via Radio SRS Suriname, maar ook de overige media zullen er ongetwijfeld aandacht aan besteden. Heren, bedankt. Dank en dan spreken jullie. Thank you. Thank you.